Tijdens de politieke avond op woensdag 11 mei werd gesproken over de toekomst van het in de spoorkuil gelegen seinhuisje en het terrein waarop het staat. Beide zijn eigendom van de NS. De groenstrook is verhuurd aan de gemeente Nijmegen tot 2018. Wat er daarna met de grond en het seinhuisje gaat gebeuren is nog onzeker. Het is zo dat het gebied van NS is, maar dat wij het hebben verhuurd aan de gemeente tot 2018. En dat er samen met de gemeente bekeken wordt wat er na die tijd mee gedaan gaat worden. En een van die plannen is verkoop, verhuren. Ja, je kunt er van alles nog bedenken.